Hoi, we gaan nu kaarten maken met alle losse bloemetjes die je gestempeld hebt. En misschien heb je ook al wel een kader gestempeld. Die is er in het vierkant of in het rechthoekig. Ik heb hier nog een banner en een labeltje. En misschien heb je wel het gietertje uitgeknipt of het bloempotje. Daar kan je ook allemaal mee schuiven. Ik laat het even hiermee zien. Doordat je gaat schuiven en verschillende composities maakt, krijg je allerlei verschillende ideeën. Als je elke keer, als je een nieuwe compositie hebt, daar een foto van maakt en die bewaart op de computer in een mapje, dan heb je een heel archiefje met allerlei ideeën op een gegeven moment. Dus als je dan een keer geen inspiratie hebt, dan kijk je in dat mapje en dan vind je zo'n leuk idee om je kaart verder uit te werken. Ik zal even deze aan de kant leggen. Deze draai ik even om. Dan heb ik even een witte vierkante en een witte rechthoekige kaart. Vierkante kaarten die snij ik meestal op 13 bij 13 of 13,2 bij 13,2. Rechthoekige kaart is 10,5 bij 14,8 of 15 centimeter, zo'n beetje. Maar je kunt natuurlijk ook kleinere kaartjes snijden, cadeaulabeltjes. Of misschien ga je wel de bloemen verwerken op een scrapbookpagina, dat kan ook. Of weet ik veel wat voor leuk project. Net wat jij wil. We gaan nu schuiven met alle bloemetjes. En elke keer als je een leuke compositie hebt liggen, dan kun je daar bijvoorbeeld een foto van maken. Dan, als je al die foto's op je computer opslaat, dan heb je op een gegeven moment een archiefje met allerlei leuke ideeën. En nou ja, wie weet als je een keer geen inspiratie hebt, dat er wat tussen zit wat je kan gebruiken. Nou, dit vierkante kader vind ik mooi op een vierkante kaart. Dus die kun je daarop leggen. Daartussen kun je eventueel nog stippenpapier doen. De hele oppervlakte van het vierkant. Of misschien doe je wel een strook. Dat kan ook. Als je het kader erop hebt liggen, dan kan je daar bijvoorbeeld de banner op doen. Steek je er wat bloemen achter. Nou, ik heb hier ook nog bloemblaadjes. Kun je ook nog bijsteken. En dan heb je al een leuke compositie. Nou, hij schuift toevallig. Is ook leuk als je hem een beetje schuin doet. Maar misschien wil je de banner wel gebruiken in combinatie met de anemonen. Dat kan ook. Nou. Zo bijvoorbeeld. Die erachter. Hier nog eentje. Nou, blaadjes er nog een beetje bij. Dus hier bijvoorbeeld. Nou, als je denkt, oh, dit is ook wel leuk. Maak je daar ook weer een foto van. Voor in je archief. Je kan natuurlijk ook de banner weglaten. Dan heb je een paar leuke bloemetjes in de hoek. Daar had ik een gele kaart al mee gemaakt een keer. Je kan hier dan nog een vlinder stempelen of een tekst. Wat jij wil. Je kan natuurlijk ook het kadertje weglaten. Misschien wil je wel op een langwerpige kaart een soort banner maken. Met een rij met bloemen. Zo aan de zijkant van de kaart. Maar misschien draai je hem wel om. Dus aan de onderkant van de kaart kun je hier bijvoorbeeld een strookje stippenpapier doen. Ja, net wat je wil. Zo kan je lekker gaan schuiven. Ik heb jullie ook wat patroontjes gemaild. Als je je tenminste aangemeld hebt voor de nieuwsbrief van deze cursus. Heb je dat niet gedaan, dan moet je het nog even doen. Dan krijg je ook de patronen. Een van die patronen is een hart. Ik heb hem hier al uitgeknipt. Ik heb eerst het patroontje grof uitgeknipt en dat heb ik op een stukje papier geplakt met van dat roze tape. En toen heb ik hem helemaal precies uitgeknipt. Nou, die vind ik zelf altijd wel mooi op een rechthoekige kaart. En dan kan je er bijvoorbeeld de margrieten op doen.
misschien weer wel een banner bij. Bloemblaadje er eventueel bij. Nou, dan heb je al een heel leuk idee. Maak er weer een foto van. Maar misschien wil je ook wel een paar bloemetjes op de rand. Bijvoorbeeld een paar roosjes. Blaadjes erbij. Die is misschien wel erg groot. Nog een blaadje. Oneven is vaak mooi. Zo bijvoorbeeld. Maar je kan natuurlijk ook kiezen voor de anemoontjes. Die kunnen ook aan het randje. Kijk, wat ik, oh, hier is nog een anemoon. Blaadjes erbij. En ik leg ze zomaar steeds aan de linkerkant. Dat is voor mijn gevoel, ja, vind ik dat mooier. Ik weet niet waar dat aan ligt. Misschien heb jij een voorkeur voor rechts, dat zou kunnen. Misschien is het morgen al anders, kan ook. Nou, zo kun je dus met het hart allerlei composities maken. Kijk, hier had ik natuurlijk ook al in het roze gedaan. Dan had je nog een patroontje van mij gekregen met de vaas. Die zal ik even met de paarse bloemen laten zien. Want ik heb natuurlijk ook nog paarse bloemen gemaakt. Ik weet niet of je hem hier ziet. Ik heb hem in het wit nog. Die kun je een kleurtje geven. Je kan hem ook uit het stippenpapier knippen. Dat kan natuurlijk ook. Hij bestaat uit twee delen. Dit is het achterkantje. Die doe je hier zo achter. Dan heb je dus de binnenkant van je vaas. En dit is de vaas zelf. Nou, even op mijn rechthoekige kaart. Je kan een beetje aan de kant doen of in het midden. Ik leg even deze aan de kant, want dat is wat lastig met het leggen van de compositie. Nou, dan kun je de margrieten erin steken. Nou, dat had je al wel eerder gezien op deze kaart. Hoewel deze ook wel weer anders is, want hier verschillen ze in hoogte en hier zijn ze een beetje gelijk van hoogte. Eigenlijk moest ik dit expres doen. Ik zal het even verklappen, maar dan mist hier per ongeluk een stukje van het blad afgeknipt. Maar op deze manier zie je er niks van. Je hoeft niet per se de margrieten in het vaasje te doen. Misschien wil je wel de anemonen in het vaasje. En het is een andere kleurencombinatie. Hier heb ik nog een anemoontje. Blaadjes erbij. Nou, zo kun je dus ook een compositie maken. En misschien zeg je wel van, nou, ik vind het toch wel leuk als die margriet er ook nog bij is. Dan moet die steel natuurlijk wel in het vaasje. Nou ja, goed, dat denken we er even bij. Dat kan ook. Zo kun je dus allerlei composities maken. Zullen we ook nog even op de vierkante kaart leggen, kijken wat dat doet. Dan zou ik hem misschien een beetje meer naar de zijkant leggen. En margriet erin. Eentje is ook leuk. Dan zou je bijvoorbeeld ook nog wat bloemen in de hoek kunnen doen. En dan nog wat kader, dat zou je er nog achter kunnen doen. Ook leuk. Zo zie je maar, je hebt allerlei mogelijkheden met al die losse onderdelen. Het is nu de bedoeling dus dat je zelf lekker ermee gaat schuiven en zelf ideeën verzint. Vind je dat nou wat lastig? Dan zal ik even uitleggen hoe ik de kaart heb gemaakt die je al eerder als voorbeeld zag, zoals deze. Op deze kaart heb ik een stuk stippenpapier geplakt van 12 bij 12. Daarbuiten heb ik een lijntje getekend met een watervaste pen. Hier heb ik een kader erbovenop gedaan. Voordat je de kaart plakt, moet je nog even de spetters erop maken en dit goed laten drogen voordat je verder gaat. Want je gaat gauw met je vinger door een natte druppel heen.
Alle bloemetjes zitten vast met foam tape. En ik heb er ook nog een vlindertje op gestempeld. Die heb ik verder niet met foam tape gedaan. Dat kan wel. Dat heb ik nu die gedaan. Deze vlinder zit dus wel met foam tapejes vast. Dit is het hart. Hetzelfde als deze uiteraard. Maar voordat ik dat hart erop heb geplakt, heb ik de kaart gespetterd en goed laten drogen. Langs het hart heb ik met watervaste pen stiksteekjes getekend. En ik vond dat er ook een randje langs de kaart moest. Eerst had ik alleen maar dat buitenste randje getekend. Ik vond dat er ook eigenlijk wel een kleurtje in moest. Ik vond hem een beetje licht van kleur. Toen dacht ik, ik doe er een dubbele rand omheen. En die kleur ik in. De roosjes die zitten weer vast met foamblokjes. En nou ja, het vlindertje vertelde ik zit ook vast met foamblokjes. Dan heb ik hier nog de kaart met het vaasje. Die hele kaart heb ik beplakt met het stippenpapier. Je kan ook alleen de voorkant doen. Ik heb de achterkant ook gedaan. Ik heb hier een rechthoekig kader op. Ook weer met een klein wit randje eromheen uitgeknipt. Op het kader heb ik ook gespetterd. En er zitten hier ook stipjes. Die kun je stempelen, want die zit ook op de stempelset. Maar deze heb ik getekend, want dat vond ik net zo snel gaan. Dus dat kan ook met die hele kleine dingetjes die bij de stempels zitten. Dat kun je ook proberen na te tekenen. Ik heb ook getekend op het vaasje. Want ik vond het wel leuk als het zwart waarmee de bloemen zijn gestempeld, als dat weer terugkwam in het vaasje. Dus ik heb wat accentjes erin getekend. Maar daarvoor had ik hem al ingekleurd. En nou ja, de bloemen en het vaasje zitten vast met foamblokjes, net als dat blaadje wat hiervoor ligt. En ja, zo heb ik deze kaarten gemaakt. Nou, ik ben benieuwd wat jullie daarvan gaan maken. Veel plezier met het maken van kaarten. Je kan zelf weten hoeveel kaarten je maakt, net wat je wil. Er zitten 15 vellen aquarel karton in het pak. En dat aquarelkarton hebben we nodig bij deze les en bij de volgende les en bij de laatste les, les 4. Maar omdat we bij de volgende les geen losse bloemen stempelen, maar gewoon rechtstreeks op de kaart stempelen, heb je daar niet zo heel veel karton voor nodig. Dus ga gerust je gang met het maken van de kaarten, want ja. Er zit genoeg karton in je pak. Als je er voor les 2, als je daar 3 vellen voor overhoudt, dan moet dat makkelijk lukken. Ik moet de kaarten nog maken, maar ik denk wel dat het wel lukt. En voor de laatste les, als je daar 4-5 vellen voor overhoudt, dan gaat dat ook zeker lukken. Nou, veel plezier met het maken van de kaarten.